Hoi, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Ik ben vandaag in Breda bij Rutger en bij Nicky. En jullie hadden een goed idee, toch? Ja, lang geleden waren wij rechercheurs en moordonderzoeken. En waren we bezig met buurtonderzoeken. Dan ga je van deur naar deur. En dan tref je ook mensen die zijn niet thuis of die zijn werken. Of dachten, ja, dat moet toch wel anders kunnen. En zo zijn we uiteindelijk eraan gekomen om reclameruimte op websites te gaan gebruiken. En die kun je dan wegzetten binnen een bepaald gebied. Cool. En op die manier oproepen te doen aan mensen of informatie te delen of nou ja, dat soort dingen. Neem ons mee in jullie verhaal van online bannering, want zo heet het. Ja, ja. Een banner is eigenlijk gewoon een reclameruimte op een website. Ja. Dus als jij thuis googelt op een of ander merk en dan krijg je daar je reclames voor aangeboden. Maar die reclameruimte die kunnen wij ook gebruiken. En dan kun je dus gewoon laten zien, ik noem maar iets, woningoverval op een bepaalde straat en dan klik hier voor meer. Nou, dan word je doorgeslust naar politie.nl en daar staat dan een content. Dus het kan zijn een verhaal, een verslag ergens over of een getuigenoproep ergens over. Mm-hmm. Of noem maar op. Ja, en het mooie aan online bannering is dat ook als er een incident heeft plaatsgevonden in bijvoorbeeld Breda, waar we nu ook zijn, dan kunnen wij dat geografisch afbakenen. Dus iedereen die in Breda zit dan, die krijgt die banner van ons dan. Hè? Ja. Dus we hoeven niet heel Nederland lastig te vallen, alleen de mensen om wie het gaat. Dus we hebben een hele specifieke doelgroep hiermee die we kunnen bereiken. Precies, en kan je ook zeg maar gericht targeten bijvoorbeeld op alleen jongens? Omdat jullie denken dat de verdachte is een jongen? Nee, dat kan wel, maar dan niet via de banners die wij gebruiken. Maar dan ga je meer richting Facebook advertisement. Doen jullie dat ook? Dat zetten we ook in. Ja, ja, en we hebben ingezet een aantal zaken. Het verschilt een beetje per zaak en het is een beetje maatwerk. Wat heb je nou precies nodig? Wat wil je naar buiten brengen? En bij Facebook is het ook goed nadenken over welke doelgroep wil je benaderen en waarom zorg je dan dat zij juist die advertentie zien. Dus daar moet je over nadenken. En die banners waar wij het over hebben, dat is gewoon echt een geografische aangelegenheid. Dus daar wordt ook geen onderscheid gemaakt, niet in doelgroep, niet geprofileerd of wat dan ook. We willen gewoon iedereen in dat gebied bereiken die mogelijk iets gezien of gehoord heeft. Nou ja, tot nu toe hebben wij online bannering ingezet op moordzaken, populair gezegd, woningovervallen, ecstasy-laboratoria, voorlichtingscampagnes zoals bijvoorbeeld woninginbraken. Brandstichtingen, ja, heel goed. Nou, wat gewoon een grote impact heeft op de burgers in een bepaalde wijk. Ja. Ja. En hoe bepalen jullie dan van, oké, deze heeft nu zo'n banner nodig? Op welke criteria houden jullie? Of? Ja, dat hangt er heel erg vanaf. Het is een beetje de maatschappelijke verontrusting die het veroorzaakt, die een zaak heeft. Je wil ook niet te vaak dit gaan doen. Hè. Het is echt een opsporingsmiddel voor ons. Dus je wil niet zeggen van, nou luister, mensen binnen een wijk krijgen 4-5 keer per dag krijgen ze van ons een advertentie. Want er wordt op een gegeven moment niet meer op geklikt. Mm-hmm. Het moet wel interessant blijven. Ja. En we hebben het ook wel eens gebruikt als voorlichting. We hebben dat bijvoorbeeld bij de inbraken gedaan. Hè? Dat als op een gegeven moment dat we weten dat in een bepaalde wijk heel veel ingebroken wordt. Dat we dan ook de mensen daarop attenderen en ook preventiemaatregelen kunnen aanbieden. Hoe reageert de burger erop? Tot nu toe goed. In die zin, over het algemeen hebben we redelijk goed bereik. Ja. Het is afhankelijk van de soort zaak. Kijk, als je echt hebt over een ijskoude criminele liquidatie, dan zie je vaak wel dat er veel mensen lezen je content, maar weinig reactie geven. Maar je ziet vaak ook dat als er een directe koppeling is tussen een bepaald incident in een gebied. Hè, kijk, als jij ergens thuis op je bank ziet en jij leest dat er een woning is overvallen twee straten verder. Dan wil jij dat lezen. Dus er zit een directe koppeling tussen het persoonlijk belang van de lezer. Mm-hmm. Dus aan de ene kant zit een stukje media hype in en aan de andere kant zit er echt iets en dan denk ik, oh, dit raakt mij. We zien hetzelfde terug bij de autobrandencampagne die we hebben geraakt. Echt ontzettend goed bekeken. Omdat iedereen in die wijk denkt van, ja, de volgende auto die kan voor mij zijn. Dat is de koppeling. Of het ecstasy lab in een bepaalde wijk ook. Hè? Niemand die wil een ecstasy lab naast zijn deur hebben, want dat is ook gewoon gevaarlijk. Is dat ecstasy lab wat laatst, was toch laatst een ecstasy lab in Breda opgeroepen? In Rijen. In Rijen. Dat was een enorm lab. Maar dit is een lab geweest in Udenhout. En daar hadden we eigenlijk alleen maar een geurbom. We wisten niet waar het vandaan kwam, we hadden stankoverlast. En toen hebben we banners ingezet, social media hebben we erbij ingezet. En gewoon gevraagd aan de burger van, hey, hier zijn wij nou op zoek. Denk aan vage panden, denk aan chemische lucht in een woonwijk en laat het ons weten. Door de combinatie te maken met je social media en je online advertisement en dan onder auspiciënt een regel van een officier van justitie, die gaat er voor een deel over als het gaat over een opsporingsonderzoek.
probeer je zo uiteindelijk makkelijker en sneller je informatie te vergaren. En daar gaat het om. Wordt zo'n officier blij van deze innovatie? Ja, er zijn er een aantal die worden er heel blij van. Er zijn er ook een aantal en die hebben de stappen nog niet gemaakt. Het is ook heel afhankelijk van de zaak. Is het een zaak waarin je zegt van ik wil juist heel veel publiciteit genereren, ik wil dingen naar buiten brengen? Of is het een zaak die je denkt van nou, ik moet het nu nog even stilhouden? Mm-hmm. Op die manier. Tactisch. Ja. En net ging er ook al even een telefoontje, dat was Eindhoven die belde, want die wilde ook graag jullie banners gebruiken. Ja, daar hebben we onlangs hebben we dat een keer gedaan. Er was een zaak in Eindhoven. Dat was een oude vrouw die was aangevallen op straat. Hè? Die was mishandeld, zwaar mishandeld zelfs. Beroofd. Beroofd. En dat had best wel impact op die omgeving in Eindhoven. En toen hebben wij zelf ook aangeboden om banners daarvoor in te zetten. En om getuigen op te roepen in die omgeving die mogelijk wat gezien hebben. Nou, die wilden dat graag. Ja. Dus hebben wij voor hun hebben dat opgezet en hebben dat gelanceerd. En zo zijn we ook over de grenzen gegaan. Tof, dus langzaam een beetje gaat heel Nederland straks misschien wel banners zien. We zijn ook al buiten Nederland. Buiten Nederland? Ja, dat was ook wel heel tof. Hè. Er was een bekend, een crimineel, hè, een drugscrimineel. Daar hadden we op een gegeven moment het vermoeden van dat hij in Spanje zat. Dus toen hebben we ook banners in Spanje gelanceerd in verschillende plaatsen. Om de mensen daar te attenderen van, joh, deze staat gesignaleerd. Als jullie deze zien, meld dat bij ons. Tof. Ja. Ik vind het heel vet. En ik hoop dat ik veel banners... Nou, eigenlijk hoop ik niet dat er veel banners tegenkomen. Want dan betekent dus dat er iets in Nederland niet helemaal goed gaat. We hebben veel banners nodig. We hebben veel banners nodig. Ja. Laten we daarbij houden. Ja, zeker. Ik wil jullie bedanken voor vandaag. Oké, graag gedaan. Jij ook bedankt. Doei. Doei! Tot de volgende keer. Dan ben ik in Roosendaal. Dat is hier vlakbij. Ja. Bij Joachim. Ja? Ja. Goed verhaal. Oh, wat goed. Ja.